Ik kan me nog herinneren dat ik een pakje openmaakte dat er een vibrator in zat, dat ik echt dacht. Nu heb ik alles wel gespeeld. Deze had ik graag even <laughs> overgeslagen, maar dus dat vond ik echt geen leuke lijn en, en met die erectiestoornis en zo. En ik dacht ook ja, misschien zijn er mensen bij geholpen, maar ik vond hem gewoon niet leuk. Ik vond niet leuk om te doen. Dus ik was heel blij dat ze zeiden van, nou, um, we hebben een leuke lijn bedacht en dan um, komt Linda terug en die stuk toch een beetje. Maar, is Je verandert ook wel. Konden ze die lijn ook alleen maar maken omdat je weg bent gegaan. Uh, ja, dat Waren ik ze gewoon niet. met het huidige personage eigenlijk aan een soort van grens? Dat ze denken, er moet nu iets gebeuren waardoor we iets nieuws kunnen verzinnen? Ik heb geen idee. Maar het heeft wel geholpen in ieder geval. Ja, het is, ik, ik kom leuker terug dan dat ik wegging. Nou, dat is al heel fijn, toch? Ja, dus dat is echt een opsteker. Ja. Daar ben ik ook echt wel heel blij mee. En ja, toen, toen ik dat dan vertelde aan mensen, die konden het gewoon echt niet geloven. Dat ik, dat ik weer terugkwam. Dat snap ik. Maar ook mensen die zoiets hebben van: wat doe je jezelf aan? Of? Nee, okay. eigenlijk niet. Eigenlijk zei iedereen: wat? Nee. Maar vond het allemaal heel leuk. Maar jij wil dit ook heel graag, toch? Uh...